FC Emmen maakte onlangs de nieuwe assistenttrainer bekend. Hoogste tijd om hem aan u voor te stellen. André Mulder. 46 jaar. Gramsbergen, Germanicus, Dalen, Hodo, Erika en ik ben ooit begonnen als jeugdtrainer bij HZVV. André Mulder dus. En dat FC Emmen hem benaderde kwam toch wel een beetje als een verrassing. In eerste instantie wel, daar had ik niet op gerekend. Ik had natuurlijk wel wat aanbiedingen van andere clubs, maar daar staat Emmen niet bij. En toen die kwam, toen was ik wel verrast, blij verrast. Bij FC Emmen wordt Mulder de assistent van Joop Gal. En beide trainers hebben al een paar goede gesprekken met elkaar gehad. Ja, nou, Joop Gal is een hele enthousiaste, fanatieke kerel. En dat ligt me wel, denk ik. En dat waren goede gesprekken en we lagen vrij goed op één lijn wat voetbal betreft. En ik denk dat dat wel een succes gaat worden. Mulder heeft een eigen sportzaak in Nieuw-Amsterdam. Maar dankzij de familie kan hij FC Emmen met zijn winkel combineren. Ja, ik denk dat hebben we wel goed doorgesproken met mijn vrouw. En die zal toch wat vaker 's morgens in de winkel moeten staan. Maar goed, ik ben in principe eigen baas. Dus ik ben altijd beschikbaar voor Emmen. Dus er gaat heel wat tijd in zitten, dat besef ik me ook. En ik heb, wat dat er gaat, mijn vrouw en ik heb twee dochters die dus ook af en toe bij kunnen springen. Dus ja, dat is wel een luxe positie. Anders had ik dit niet kunnen doen. Eind juni begint alweer de voorbereiding op het nieuwe seizoen. En de doelstelling is voor Mulder helder. Ja, nou, de doelstelling is om eerst een hele goede ploeg neer te zetten. Want zoals je net al zei, er zal toch wat bij moeten komen. De breedte van de selectie die moet goed zijn. In combinatie met een nieuw kunstgrasveld. Hoe gaan we daarop trainen? Hoe reageren de spelers erop? Qua blessures en alles. Dus ik denk, de doelstelling zal natuurlijk linker rijtje zijn. En misschien hoger, dat we in ieder geval play-offs willen spelen. Dan wonen ze van het jaar ook graag. Maar goed, dat is wel de doelstelling. Maar ik denk dat het allerbelangrijkste is dat we eerst zorgen dat we een goede ploeg, in ieder geval qua aantal spelers, dat we dat eerst neerzetten. En dat is de eerste doelstelling. Want vorig jaar hebben ze ook een hele goede voorbereiding gedraaid. Maar dat ben je afhankelijk van schorsing en blessures. Dus heb je een smalle selectie, dan kun je aan de hand van de eerste voorbereiding wel zeggen van nou, we hebben goed gedraaid, dus we moeten dat kunnen redden. Ja, dat is allemaal maar koffiedik kijken, want hoe verloopt het seizoen? En in de loop van het seizoen kun je doelstelling altijd bijstellen. Maar ik zeg al, de eindrangschikking zal ook te maken hebben met de breedte van je selectie, denk ik. Mulder staat bekend als een trainer die weet wat hij wil. Ik ben in ieder geval, zegt men altijd, redelijk recht door zee. En ik ben overal vrij lang geweest. En ik denk als je niet eerlijk bent en niet open bent, dat je dan ook niet 3, 4, 5 jaar bij dezelfde club zit. Dus ik ben hard als ik wezen moet en ik sta er tussen de groep na de tijd. Dat is ook heel belangrijk, denk ik. Maar tijdens de training en de wedstrijden sta ik echt boven de groep. En ik denk dat verschil heel belangrijk is. Kortom, André Mulder staat te popelen om van start te gaan. Mag morgen wel beginnen, wat mij betreft.